Möglichkeiten gab, der eine dem anderen passt. Oh! Und Sommer geht verloren! Manuel Ritt gewinnt durch Knockout! Europees kampioen worden is mooi, maar nu die titel behouden, is dat lastiger? Ja, dan hangt natuurlijk veel meer een uitdaging. Omdat je eerst moet je als een gretige hond moet je voor die titel vechten. En nu heb je iets meer confidence in je game en dan wil iemand anders iets van je afpakken. Dus je moet jezelf op een andere manier motiveren. Maar mijn mind werkt zo dat ik me gewoon overal op kan aanpassen. Hij laat zien wat het MMA-spelletje is. Dus hij kan kickboksen, hij kan worstelen, hij kan grondvechten. Hij brengt sensatie en hij zorgt altijd voor spektakel. Tegenstander, die ken je al een beetje. Ja, heb ik al eens eerder tegen hem gestaan. Ik heb via decision gewonnen, dus dat wil zeggen op punten. Toen was de gameplan heel eenvoudig. Zorgen dat ik win, niet al te veel risico nemen. Dus nu moeten we wel risico nemen. En met dat risico moeten we gewoon heel snel op een spectaculaire manier de overwinning binnenhalen. Dus, de UFC is voor mij zeker een doel. En we komen hopelijk ook met deze wedstrijd weer een stapje korterbij. Ik verwacht dat Jarno wereldtop kan worden. Hij is nu al Europees kampioen. Hij is jong, hij is hongerig, heel talentvol, blessurevrij. Dus ik denk dat Jarno echt met de wereldtop mee kan. Omdat ik gewoon de beste ben in Nederland en ik ga nu ook wel laten zien dat ik er ook in Duitsland ben. En als ik in Duitsland heb laten zien, dan laat ik zien dat ik van de wereld ben.